hip hop. Hey, let's move! Hip hop, hip hop, hip hop, hip. It's bigger than hip hop. You do hip hop is something you live. So, echte hip hop in je smooth. Echte hip hop in je smooth. Come on. Yeah. Ben Jur, vieze Rick. Ja, wie doet? Apple de hersendode. Ja, sorry. Cherico Vara. Fotosyntiku. Yes. Oh, deze. Oh, ja, ik ben de leermeester. Heb mijn lessen opgenomen. Gozer gelopen, ga mijn tape nou maar kopen. Zeggen dit de kerk, staat duidelijk. Fucking sterk, fucking MC. Deze kerel is echter aan het werk. Ga je weten, Finger T1 boven nog trek. Gast, fuck het allemaal, check het op het internet. Ja, hip hop in je smooth, fucking kink FM. Check op waar het doet die shit. Freestyle en ik ben de man. Yeah. We staan gewoon voor die brag and boast hiphop. Gewoon die energie, gewoon. Geen diepgaande dingen of zo. Gewoon lekker brag and boast, rauwe beats en gewoon hard gaan, gewoon. En zijn jullie een act die je vooral live moet zien? Ja. Ja, ja, je mag wel. Ons ook wel horen. Ja, je mag. Dat mag. Ja, het is gewoon die tracks, het is niet echt, het is gewoon, laten we eerst, het is niet inhoudelijk of zo, maar ja, het is gewoon, ik denk, vooral live klapt het gewoon heel erg. En onze DJ was gisteren, zat ons voorproefje eigenlijk te checken van het EP. En hij zei dat het eigenlijk wel heel vet was. Hij zei, als ik dit al 5 keer kan luisteren, dan moeten anderen dat ook kunnen. Dus... schijnt ook een luisteract te zijn, maar... ken de nagel. Ik maak geen grap, mijn man die anders dan Ben Jur. Een harde man staat voor principes, geeft adviezen. Dus ga aan de kant. Achterbakse motherfuckers, geef ik een klap op de bak. Verrassen, we lachen hard om al die zielige stakkers. Ben al jarenlang aan de gang met beats. Rijmpjes staat ervan te kijken, daarom blijven we eindigen. Nooit als laatste man. Hey? En we lachen ze uit. Stop je wapens weg, gast, omdat ik mijn handen gebruik. Ben niet van overdrijven, nee. Eerder bescheiden. Laten we eerder blijven, we haten gemiddeld schrijven. Ben je professionele amateur? Met omhoog gevallen rappers kan ik niet door een deur. Ik hou het liever lelijk dan net doen we alsof. Jij bent ook lelijk, want dat zie ik aan je kop. Dus geef het op, maakt niet uit wie je bent. Iedereen represent, laat zien dat je er bent. Wat? Over de EP gesproken, man. Ja, gaat het echt een EP worden of wordt het een album? Of wat wordt het? Het wordt eigenlijk een soort van mini-album eigenlijk. Het is eigenlijk een combinatie van tracks die we aan het begin van ons ontstaan hebben gemaakt. En we zijn een beetje bij afgevallen, tracks bijgekomen. En ja, het is niet echt een officieel album en zo, maar het zijn gewoon tracks die we online gaan gooien. Ons product. Ja. Zijn dat dan allemaal recente nummers of gaat het een overzicht zijn van... Meest is wel recent. Sommige dingen zijn het kan. Ja, sommige dingen wel, sommige niet. Ja, gewoon... Nou, we hebben van ons begin tot nu, zeg maar, gewoon... De echte beginnummers zijn... Ja, de echte beginnummers zijn wel... En over hoeveel nummers hebben we het waar jullie uit moeten gaan selecteren? In totaal, die we allemaal gaan maken. We gaan er 13 uit. Nee, we hadden echt, ik weet niet hoeveel tracks al. Ja, we hadden ook die dingen als Boom Bap en al die dingen, Ken Je Plaats en zo. Ja, ik denk dat een stuk of 20 nummers zijn of zo en er zijn er al 10 van over. Ja, de tracks die we voortbrengen zijn bangers en classics. Rappers willen even naren, maar ze brengen jack shit. Ik bezorg ze zorgen en schapeloze nachten. Geven we aan de blikken en schaamteloos lachen. En hoe dit niet moet, wordt mij duidelijk gemaakt. Door al de wackertroep die op internet staat. Een mixtapeje daar en een mixtapeje hier. Laie motherfuckers, kreeg onszelf een shit beats. Te veel rappers van nu zijn van die vieze sletjes. Ze doen stoek of schrijven neppe diepe teksten. Of ze rappen als een oud wijf met longkanker. Dus met plezier zal ik een heupen kapot trappen. Hè, fuck een punchline, ik ga over tot de baksie. Klap die fuckers als ze liegen over een passie. What the fuck, niet te fokken met het leven dat ik leid. Dus ik laat ze weten dat je niet kan fokken met mij. Ja, foto's jullie jongste lid van de formatie. Ja. Wat voor rol vervult hij in jullie formatie? Behalve dat hij rapt uiteraard, maar... Ik denk een hele belangrijke, ik bedoel een foto die, ondanks dat hij gewoon een stuk jonger is, is hij gewoon, wel gewoon fucking dope. En ik denk niet dat voor kwaad het erger zou, geen voor kwaad het erger zijn zonder fotosynthese in ieder geval. En daar word ik wel een beetje sentimenteel van. Ja, en ik doe ook een studie SPW. Dus ik doe zeg maar kinderopvang, dus ik probeer hier wat bij te liggen. De automatische stage. Als ik rustiger ben, dan dump ik mijn vers op een beat van Jeroen Benz. Zo menselijke flows, alsof ik geen mol maar een snuf heb. Lukt mijn best, keur ik geweld af. Net als Marcus Merkel blaas ik in plaats van een fly mijn best. En jij op de trek. Ja, ik ben soldaat omdat ik de tafel de
bezig is. De hele wereld kaart zo weg. Wat blaas je nou? Je passeert niet eens de blaastest. Eén keer aan de top, geef geen garantie, vraag het AZ. Zet mijn track aan als ik even niet rap. En hou je praatjes voor je als ik in een track nu even niet zeg. Kijk hem gaan, ik ontwikkel sneller dan het internet. Mijn prullenbak is vol van tracks die je stuurt voor je MSN. En jullie hebben binnenkort een trip gepland naar Marokko, begreep ik? Ja, 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 ja. Vertel daar eens over. Nou, we zijn in principe is Rick benaderd door Herman POB. Herman POB, dat is iemand die doet heel veel voor popdingen in Breda en omstreken ook volgens mij. Ja. In ieder geval, hij doet gewoon heel veel en die had gewoon een aantal mensen benaderd en wij waren gewoon snelst bij me van, om naar Marokko te gaan. Ja. En dan moeten we daar, we gaan een week naar Marokko en dan hebben we één festival. Ja. Eén festival en twee optredens daar en een week zitten we daar. Ja. Ga even Nederlandse hiphop representen. Wil je weten wat mijn visie is? Dat buiten de vieze en zijn familie om hiphop naar de tyfus zit. Begrijp me niet verkeerd, heb liefde voor ieder die bezig is. Maar vraag me soms af waar de liefde gebleven is. Kijk, ik ben het type dat iets wat naïver is. Het type MC die gelooft dat muziek liefde is. Ik zie de liefde voor verdiensten al verdienen. Als ik geld wil te verdienen ging ik zelfs de muziek in. Maar muziek is mijn lust en mijn leven. Terwijl ik weet dat als ik tijd in nu blijft even voor niets. Ik niet blijf leven. Daarom leef ik in de schaduw. Ik ben onder de stenen en heb ik soms even tijd om te schijnen als het me mee zit. Ik ben, op... ben je niet bang met zo'n grote formatie dat het misschien ja, dat het snel uit elkaar zou kunnen vallen? Nou, het is eigenlijk, we hebben nooit de instelling gehad om dit voor kwaad te ergen voor live of zo. Het is gewoon, nou is het gewoon heel vet en we zien wel hoe het loopt. En iedereen is vrij om te doen wat hij wil solo, weet je. En iedereen support elkaar ook gewoon als iemand dit solo wil doen. Dus ja, dat is iedereen gewoon vrij in wat hij wil doen. Hebben jullie bijvoorbeeld een doel gesteld als crew zijnde van hey, we willen eerst bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een album gezamenlijk als formatie release en daarna kijken we wel weer verder? Of? Nou, eigenlijk niet. We zien wel hoe het loopt. Dat is, probeer je gewoon zo ver mogelijk te komen in ieder geval. Ja. En kijk, Foto is nou ondertussen ook bezig met solo EP'tje. Cherko Varen doet veel dingen met school en... ja, UAGP wilde ook daar weer een beetje ja, dingen gaan doen. Ja, ik heb Pim apart weer opnieuw een nieuwe crew. Ja, zoiets. En onze beat creators... die komen er dan niet meer bij, maar klinkt aardig. Ja, nee, maar dan... Dit is maar op de camera. We pakken van iedereen verschillende beats. Soundclickrappers. Dat we echt aan elkaar vastzitten weer, want ik en Pim zijn gewoon goede... Ja, we zijn al pakken weet iets van 8 jaar bezig met z'n tweeën. Ja. En ik ga daar buiten gewoon veel produceren en veel, ik zou waarschijnlijk ook wel weer solo dingen doen, maar op dit moment is dit het leukste. Ja, ik hang het liefst, want ik ben laai als de tyfus. Mijn ballen hangen erbij als dubbel D hangt dieten. En ga ik naar de stad met mijn vriendin voor een biertje. Dan zit ik achterop, want ik ben te laai om te fietsen. Ik, een luie eikel, ben te lui voor een meisje. Want tijdens seks ben ik te lui om te stoten of hijgen. En was het niet zo onpraktisch, dan zou ik liggen schijten. Ik het toppunt van lui, ik zit tijdens het zeiken. Ben te lui om te schrijven. Ik ben te lui om te rijmen. En heb ik iets geschreven, dan ben ik te lui om te brassen. Ja, dat lui zijn past bij mijn karakter. Ik ben de definitie van een luie Brabander. We zagen jou tijdens geleden ook optreden in een muziekcompetitie. Ja, klopt. Betekent dat dan ook dat je solo ook meer gaat optreden? Of nu is het eerst van kwaad tot erger? Ja, we zijn van plan om samen met Jur en Benzie van KGV komen met een EP'tje. En ik denk dat vanaf die tijd eigenlijk ook... wat solo optredetjes komen. Ik denk dat deze contest in principe een uitzondering was. Want met de optredens met deze gasten leer ik eigenlijk veel meer wat ik weer kan gebruiken in mijn eigen shows. Want ik denk dat ik... Ja, september was mijn eerste optreden. Ik had zonder deze gasten nooit hier gestaan waar ik nu sta. Zeg maar, ja, jullie kunnen sentimenteel doen. Ik kan het ook. Nee. Step up en word per direct geklapt. Dat je boten hebt en dat is al ernstig zat. Shit is lachwekkend als Eddie Murphy in war. Dus opgekankerd of ik hang je op aan je Burberry tas. Of je nou down met ons bent, kan me geen fok schelen. Je bent geen female MC, dus ga de fok voor mijn penis. Als je nou een toy was en kritisch zou wezen. Maar je bent een gimmick rapper die niet inziet dat die fake is. Typisch een type drief. Kijk kunnen komen en typisch dat ze nooit kunnen wat ze me doen geloven. Typisch dat ze dan toch nog buiten kunnen pogen. Maar nooit verder komen dan dat typische flootje. Shit zuigt als Kylo Pass. Je hebt als kapitein Ortega met een zak in je bek. Een fucking driekwart of vierkwart, je kikt als een snap. Fucking verkankerd als de bakkers van Bonnie Sinclair.